Ja, maar dat kan toch? Ik bedoel, oh, bam! Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Mortu en Zernaya spelen Fortresscraft Evil. Vandaag is weer een nieuwe aflevering en vandaag gaan we er weer tegenaan. Even kijken of we vanaf hier... En we hebben er weer zin in. Nieuwe spullen, meer, beter. Oh, nee, dit gaat bad. Auw. Oké, ik moet nog een beetje oefenen op mijn grappling. Gelukkig heb ik al mijn spullen nog. Nee, ik heb... Volgens mij moet ik een deel van je spullen kwijt. Je dropt je spullen. Je dropt toch al je spulletje, kastje. Nee, deel maar, oké. Okay. Volgens mij dacht dat je alles de kwijtraakte. Oh, daar lig ik, ja. Auw. Nee, volgens mij ben ik gewoon maar een deel kwijtgeraakt. Of niks kwijtgeraakt. Maar volgens mij als je vaker doodgaat, dan drop je het al. Anyway, kan ik hier op? Zo dan. Ja, we hebben vandaag... Kijk, we hebben vandaag allemaal wilde plannen. Laten we eerst maar eens eventjes de laboratory een zwengel geven. We hebben namelijk nog een research gedaan. Even kijken, welke research hebben we nou gedaan? De mining upgrades en... Intermediate. Ja, precies. Nog één. En dan nu is het intermediate mining upgrades. Dus weer een tier erbij. Collect the research. En dan kunnen we er eentje uitkiezen. Advanced logistics of intermediate miner upgrades. Ik ben voor advanced logistics. Is goedkoper. En we hebben deze miner upgrades nog niet eens bekeken. Dus. Oké. Okay. Daarvoor hebben we nodig basic experimental bots. Dus dat zijn koper, toch? Ja. 25 koper en intermediates. Intermediates is... zijn... Kan ik vanaf hier helpen? IJzer. Hier, intermediate. Ja. Staat hier ook IJzer heb ik al een aantal, er zitten er al een aantal in. Want er zitten er al nog een aantal in. En die koper waarschijnlijk ook. Ik denk dat we nog wel te wat koper bij moeten maken. Maar laat hem eerst maar lekker draaien. Prima, ik zet hem aan. Hij is aan het knallen en hij heeft meer stroom nodig. Goed, dat doet zijn ding. Even kijken of ik kan zien wat ik eruit heb gekregen. Ik heb sowieso één recipe erbij gekregen. Zijn er nog nieuwe miner dingen die we kunnen bouwen? We kunnen nu een basic oorsmelter maken. Wacht even, is dat... Nee, we moeten de oorsmelter hebben. Haha, maar daarvoor hebben we goud, titanium en nikkel nodig. En die hebben we allemaal nog niet. Geeft niet, maar... Nou, hoog tijd wat te gaan zoeken en dan kunnen we zoveel meer ingots krijgen. En we hebben een nieuwe recipe. Oh, dit past niet meer op het scherm, dat is raar. Er is waarschijnlijk iets met een hele lange naam bijgekomen. Ik weet het niet. Ik weet niet welke erbij is. Oh, misschien deze magnetic drill motor. Dat is het volgens mij. Maar dit ziet eruit alsof... Die ziet er blauw uit. Dus er zal ook wel iets van titanium in moeten of zo. Laten we verder gaan met onze gang, Graaf, toch? Gang graven. Nou, eerst explosieven. Ja, man. Ja, om de gang te graven hebben we explosieven nodig. Ik vind... Jij noemt dingen opblazen graven. Ja, ik noem dat dingen opblazen. Ik heb de research gedaan. Heb ik de research gedaan? Ik heb de... Ja, precies. En dan staat het bij... Waar staat het dan? Weet jij het? Wow. Ik ging heel eventjes stiekem ook even een research doen. En wel de Power Storage MK2. En nu zie ik opeens dat er nog een research is voor een item dat ik helemaal niet kende. De Induction Charger. Echt super ideaal. Nou, bij mij is mijn interface een beetje raar. Maar oké, er staat een low-tech, easy to use way of transferring low power to many machines. Oh, dus je kan gewoon alles in de buurt krijgt stroom. Ja. Nou ja, dat zal natuurlijk wel heel beperkt zijn qua de hoeveelheid. Maar er zijn bijvoorbeeld machines die hoeven echt maar een klein beetje stroom te hebben. Maar dan moest je wel altijd helemaal je stroom voor regelen. Ja, dat is wel echt heel chill, ja. Ik denk dat we daar nog wel eens een keer use voor vinden. Nu nog niet, maar nu moeten we eigenlijk niet afgeleid raken. Nee, dude. Dingen opblazen. Ik wil dus die chargeable explosive maken, maar we hebben nog een unknown material die we nog niet hebben. Oh, dat is sad. Dan kunnen we dat wel niet doen. Nee. Als even met je meekijken. Als zo meteen is het heel toevallig. Misschien weet jij misschien wat het is? Nee. Chargeable. Ik kan het niet eens vinden. Hij staat bij de plantjes. Ja, ik heb hem. Unknown material. Dat zou misschien wel een of ander onderdeel van een insect zijn dan. Denk je? Ja, dat zou kunnen. Of het zou een plantje kunnen zijn of zo. Wat we nog niet hebben gevonden. Of toch een, nog een metaal die we niet hebben. Nee. Want zeg maar, als ik... Ja, je hebt al lithiumplaten nodig. En lithium is de hoogste tier materiaal die we op dit moment hebben. Ja, dat is waar. Maar als ik de oorsmelter maak, dan zegt hij al goud, titanium en nikkel. Dus als dit een van die drie was geweest, dan had dat er wel tussen gestaan. Akkoord. En... Dus ik denk niet dat het is. Zal ik anders even op de wiki kijken of is dat vals spelen? Wat vind jij ervan? Ik vind dat... We kunnen ook gewoon bedenken dat het toch een onderdeel van een insect is. En eerst onze defense gaan opzetten. Oké, goed plan. Laten we dat gelijk doen. Daarvoor hebben we wat researches nodig. Even kijken, laten we de turrets researchen dan.
Dus ja. De Mark 1 en de Mark 2 turrets. Dan heb je voor die ene van die ook alweer betere insecten nodig. Volgens mij voor de Mark 2 turrets. Dus dan kunnen we direct ook zien of dat... Ja, precies. Ik heb er zitten niet meer researches tussen die voor defense helpen. Maar kijk, turret hebben we hardened PCB. Dus dat is ijzer dan. Ijzer, iron plates, tin bars nodig. Maar voor de Mark 2 heb je... Oh, nog geen. Nog helemaal niet beter. Nou, dan kunnen we direct voor Mark 2 gaan, want die zijn echt wel significant beter. En hoe wil je dat gaan poweren dan? Zet je gewoon kolen lopende band hier naar boven en dan pyro's of zo? Of? Gewoon, pyro's en dan. Moet alleen even kijken, die dingen die vreten echt stroom. Dus misschien kun je bijna wel een pyro per ding gebruiken. Laat ik ook alvast dan de volgende energy opslag researchen. Die heb ik net gedaan en toen kwam die induction dat vrij. Heb ik gedaan. Aha. Dat was mijn sneaky. Goed gedaan, dat is deze. Dus je hebt de Mark 1 storage blok en dit is de Mark 2. En er moeten 4 van die storage blocks in. 4. Crafting. Yep. Crafting. En die is wel echt super chill. Zo. Allemaal leuke spullen. Allemaal leuke spullen. Ja, die Mark 2 is dus veel beter, want die houdt hoeveel stroom bij? 1000? 2000? 1500. En een normale die 200. Gemiddeld goed. Dus dat is echt heel, heel erg veel meer. Wel, ja, wat op zich wel handig is. Dat lijkt me gebufft, maar... Als we... Ik denk dat we wel genoeg... We hebben aardig wat lithium verzameld. En dat heb je voor mij vooral nodig voor die dingen. Ja. Misschien is het wel een idee om gewoon een soort van cirkel van die ding te maken. Net zoals die Kronius. Alleen dan een cirkel van poweropslag. Zodat je een goede buffer kunt opbouwen voor wanneer die insecten komen. En dan daar gewoon bovenop torentjes neerzetten. Dus, en dan hebben we echt heel veel nodig. Want zeg maar, je kan... Dat is met deze kroon. Kijk, je ziet een beetje hoe die vorm is. Hop. Maar je kan hier binnen niet bouwen. Want als je dat doet, dan hakt hij die blokjes weer weg. Ik kan het wel even proberen. Kijk, dan duurt het eventjes. En dan zegt hij op een gegeven moment, zegt hij... nee. Ja, maar ik bedoelde niet de hele kroon. Ik bedoelde eigenlijk gewoon die eerste ring die je gemaakt hebt. Wil je op die eerste ring wil je bouwen? Gewoon deze. De eerste ring weghalen en daar dus gewoon een soort power storage in maken. En die dan daar gewoon torentjes op zetten. En dan kan die hogere kroon gewoon blijven voordat je daar wel kunt grappelen. Maar hebben we dan zo'n hele ring van power storage blokken nodig? Yes. Dat is wel veel. Ja, maar ik denk dat we de materialen hebben. Als we ziet hoeveel lithium we hebben. Oké. Okay. Laten we dat even gaan opzetten. Oké, dus het is een beetje zonde van de stroom. Maar oké, deze gaat eruit. Heb jij hem opgepakt? Ja, natuurlijk. Vast ik pak wel. Alles op. Auto oppaks. Herbert, knal hem maar in waar je dat gaat maken. En wil je hem dan helemaal van blauw maken of zullen we hem ook van groen ertussen doen? Ik zou hem helemaal van blauw maken. Serieus? Oké, okay, nou ja. Dan ga ik wel eventjes die spullen bij elkaar halen en dat... Ik ga wel torentjes bouwen. Die turrets? Die turrets. Oké, prima. Zie ik je zo, man. Alright. We zijn al eind op weg. Kijk, we hebben die ring dus weggehaald en deze ring voor in de plek gezet, in de plaats gezet, vervangen. En deze bestaat niet helemaal uit blauwe, want Sarah zei heel, wat zou ik zeggen, hoogmoedig? Ja. Heel, overconfident, ja. Yep, dat we dit zelfverzekerd. Allemaal uit de Mark 2's kunnen doen, allemaal uit de blauwe, maar dat gaat gewoon niet werken. Daar hebben we iets van, moeten we 100 van die Mark 1 voor maken en dan moeten we gewoon iets van... 400 kopen of zo hebben. Ja, dat hebben we bijna, maar dan zitten we wel echt helemaal erdoorheen. En dan kunnen we niks anders meer doen. Dus we hebben ervoor besloten om alleen op de hoeken dat te doen. Kan ik het nog wel draaien? Oeh ja, dit ziet er wel echt beter uit als die groene zo op de buitenkant zitten. Het zit overal hetzelfde. Ja, zie je, hier zit ze ook niet goed. Draai, draai, draai. Dan met die groene glimmertjes naar buiten ziet er het vetst uit. Hier, deze is ook. Kijk, zo zitten ze. Oh nee, ze zitten. Zo zitten ze allemaal hetzelfde. Yep. Het ziet wel echt vet uit hoor. Heel nice. Ja, en Sarah is bezig met de kolenaanvoer daarvan. Die komt hier uit de grond zetten. En dan gaat het naar deze groene hoppers. En dan komen die pyrothermic generators hier te zitten. Kijk, ik heb nog niet hier goed over nagedacht. Ik denk dat ik ze gewoon met het groene... Moeten we allemaal hetzelfde doen. Anders wordt Sarah gek omdat er geen symmetrie in zit. Nou. Hij is al een beetje gek, dus, maar nog gekker. Dus dat moet Hij niet gebeuren. Hij is gek. Zo. Kijk eens aan. Oh. Helemaal loco gaat hij dan. Solamente un poco loco. Ja, dus nou hoeft er alleen maar kolen in. En ik heb trouwens, ondertussen heb ik eventjes hier een nieuwe smelterij erbij gezet. Gewoon een basic. Ja, omdat ik gewoon meer spullen wil.
Ik heb geen zin om te wachten totdat we al die nieuwe metalen hebben. Ook al vind ik wel dat we even dieper moeten gaan. Hey, viel het er nou af? Nee, ik zette het uit. Of ik gooide er wat af, moet ik zeggen. Oh, je takt hem vanaf daar. Oké, prima. Ja, deze wel. De andere kant waarschijnlijk vanaf de andere kant. Nog even kijken wat handig is. Ja, prima. Wordt wel een hele installatie. Maar als het goed is, dan gaan die pyrothermics elk moment gaan ze draaien. Hé, hey, ik heb er niet over nagedacht. Maar moeten er nog thread producers op? Wil je dat? Nou, we kunnen wel even kijken hoe het zo gaat. We hebben er aardig wat gebouwd. En een klein beetje thread, dat is niet erg. Dan kunnen we misschien nog een aanval krijgen. Wel spannend, maar hè. Spannend? Ja. Dat... Waaghalzen. Op dit moment... Valt wel mee. Op dit moment is de heavy chance en de boss chance allebei 0%. Dus, niet echt nodig. Hij loopt wel vol, langzaam. Het wordt volgens mij wel afgeraden om die dingen zo echt keihard naast elkaar te zetten. Maar ik vind het wel echt, ja... Je kan ook niet echt elektriciteitskabels of zo aanleggen. Nee. Dus daarom is die induction smelter die je net hebt ontdekt ook zo goed. Maar dit is ook wel een aardig alternatief. Nee, het werkt wel. Lekkere lopende bandjes. Lopende bandjes. Nog een paar. Gaan die blokken aan elkaar, bedoel ik. Oh, maar dat werkt op zich nog wel prima hoor. En het is vooral voor de buffer, hè. Doordat die... ja, precies. Als die vaak moet schieten. Ja. Ja, dat is echt wat beter. Ja, ik weet eigenlijk niet hoeveel je per shot gebruikt, maar in totaal... Kijk, in het chill is ook, nu staan er twee aan. En nu staat er niet bij. Show turret range alleen. Oh shit, nu heb ik dat aangezet. Nu heb ik continu zo... Dan moet je gewoon even anders heen kijken. Oh, je moet er gewoon op wijzen en dan E doen. En dan staat het de hele tijd aan waarschijnlijk. Yep. En dan kun je dus zien tot waar die kan schieten, hè. Dus het laboratorium staat er net niet binnen. Maar geef niet. Zet hem weer uit. Nou, volgens mij focussen die insecten ook vooral op deze basis van ons. En zo niet, dan gaan we dat dan wel oplossen. Dan moeten we maar onder de grond gaan wonen. Gaat het vanzelf weer uit? Alsjeblieft. Ja, we hebben nu wel een base trap. Ik denk dat als we die andere twee of die andere vier hebben aanstaan, dat het dan misschien wel spannend kan worden. Ja, maar dat is niet zo heel erg. Ik kan wel even preventief vier van die dingetjes op plakken. Threat Reducer, 1, 2, 3, 4. Ja, ik heb ze al. Zit gewoon hier neer. Het ziet er ook uit als een kanon, ook al is het helemaal geen kanon. Huppatee. Zo, alsjeblieft. Dankjewel. Prima. En nu hebben we nu nog Threat. No Threats Detected. Ja, ze doen volgens mij 50 per stuk eraf en we zaten net op 100. Oh, nou dan is dit alweer overkill, maar... I don't mind. Nou, misschien moeten we die thread reducers weghalen. Dan kunnen we even kijken hoe het gaat. Ja. Laten we dat de volgende aflevering doen. Vind je dat een goed plan? Dat lijkt me wel chill. Maar dat is zo spannend. Ja, oké. Ik vind het wel een goed plan. Ja, maar dat is... Ja. Jawel. Ja, nice man. En die turrets, die hebben die al... Ja, die zitten allemaal vol met power. Kijk, dat is goed. Ze hebben een buffer van 100... Volgens mij... Maar ik weet het eigenlijk niet. Ik weet niet hoeveel ze schieten. Laten we de defense in ieder geval op orde. Die gaan we volgende aflevering dan testen. Laten we nog wat aan onze stroomvoorziening werken. Want hier bovenop het oppervlakte, zeg maar, bovengronds, doen we alles met kolen. Omdat het zo makkelijk is om aan te voeren. Maar wat wel echt relaxed is, is als we later ook zonnepanelen zouden kunnen bouwen en zo. En dan moeten we de stroom ondergronds brengen. Ondergronds... Als je diep ondergronds gaat, werken kolen ook niet meer zo goed. Dus dat betekent dat we eigenlijk dat we hierboven stroom moeten opwekken en dat we met lasers naar beneden moeten brengen. En dan heb ik daarvoor een gracht gegraven. En die gaat helemaal... Hier naartoe. Yep, naar het eerste niveau. En dan gaat nog verder, maar hij gaat niet helemaal door tot een tweede niveau, daaronderin. Want er zat nog wat rubbel in. Wat ores en zo. Rubbels zijn troubles, inderdaad. Hoeps. Ik wil eigenlijk naar boven, jongens. Zo, beter. En... Oh, het past niet. Yep. Zo, gaan we weer naar boven. Dan gaan we van boven naar beneden opzetten. Ik ga dat nu niet oplossen, dat rubbel... Dat oor dat in de weg zit, omdat we dat straks dus met de... Chargeable Explosive kunnen oplossen. Als we hem kunnen bouwen. Maar dat duurt nog eventjes. Even kijken, wat voor lasers gaan we hier inzetten? Hebben we die machines nog? Zal ik een nieuw maken? Hier hebben we nog Hebben we een Mark 2 laser? Nee, we moeten wel Mark 2's hebben. Of Mark 1, sorry. Mark 2 willen we heel graag, maar dat duurt nog even. Ja, we hebben inderdaad Mark 1. En die kunnen we... Ik kan die oude upgraden.
Twee zouden we genoeg moeten hebben, toch? Voorlopig. Ja, en daarna moeten we nog van aftakken. Ja, we moeten nog heel veel aftakken. Ja. Want we moeten straks ook in de gangen turrets gaan bouwen, omdat ons daar weer van die plantjes gaan groeien. En hebben we ook al iets van lenzen? Lenzen. Nee, we hebben wel wat emeralds en zo, maar die increase net niet zo heel veel. Dan wil je eigenlijk van die organische lens hebben, maar die vind je niet zoveel helaas. Volgens mij is diamond lens wat twee keer, toch? Nou, dat is wel prima. Laat ik dat er gewoon gelijk hoeveel? Inzetten. Ik dacht dat het echt maar 50 was. Nee, man. Dat is best wel goed. Meer lens, meer beter. Jawel. En laat ik ook... Nou, als hij dan keer 2 wordt, dan kan hij maximaal 20 per tik. Dus dat betekent ook dat we 2 Pyrothermics nog erbij nodig hebben om dat te poweren. Ja, precies. Ik dacht dat het hier zou kunnen maken. Het staat er mij niet tussen. Heb ik nou alles afgegaan? Nee, dat is toch niet waar? Maar we moeten nog researchen, die lenzen. Die staan er allemaal nog in. Whoops, ja, dat kan ik al even doen. Recipes. Het is nog steeds in de war. Lens. Screwed organic lens. Zal ik ze allemaal... Ze zijn wel duur, hoor. Diamond focusing lens. Die kunnen we wel bouwen. En emerald zouden we ook kunnen maken. Het kost ook 5 research points. Laat ik daar heel even mee wachten. Want we hebben misschien eerst nieuwe research points nodig. Voordat we dat überhaupt kunnen exploiten. Diamond focusing. Oh, 15%. Ja, dat is inderdaad wel echt heel matig. Nou, meer dan niks. Kunnen we dat later vervangen. Oké, ik maak al 2. Misschien heb ik die diamond nog voor iets anders nodig. Ook al denk ik niet, maar laten we dat gewoon doen. Zal ik hem hier neerzetten? Zo? Wil je hem hoger? Ik zou hem eentje naar beneden doen. En dan kan er bovenop zo'n power storage. Ik ben altijd zelf wel fan van om juist wat hoger te doen. Dan kun je er goed bij als je wil maintenance. En als je wil monitoren en zo. Ja, ik vind het handig om het zoveel mogelijk onder de grond te hebben. Dus het is meer zo van, het maakt niet zo heel veel uit hoe je het hier oplost. Maar hij is nou voor mij in het gat gevallen, of niet? Ja, maar ik hou hem zo wel op, ja. Want heb je kunt het opgepakt? Nee, want ik was ver weg voor verandering. en nu moeten er nog 2 Pyrothermics naast dan. En vaak als ik wil maintenance, dan doe ik altijd gewoon zo'n klein gangetje hier. Zo. Die heb ik niet, maar ik kan hem wel even bouwen. Pyrothermics. Dan zal ik even de kolen ophalen. Dus hier komen dan... gewoon aan weerszijde? Doe maar niet aan weerszijde. Want dan heb ik 2 keer, moet ik 2 keer in het verdelen. Oh, je wilt het juist daar. Gewoon zo'n hoekje, even, ja. Even zelf doen. En dan... Yes. En dan is het wel handig om het gewoon naast die liftschacht te maken. Want ten eerste hebben we in die liftschacht, of in de buurt van die liftschacht, stroom nodig. En ten tweede kunnen we dan elke keer, zo'n lift gaat 64. En met zo'n laser kun je ook 64. Dus elke keer als we met een lift op volgend niveau zijn, zo'n tussenverdieping, dan weten we ook dat we voor de stroom weer een tussenverdieping moeten maken. Dan houdt het gewoon lekker overzichtelijk en allemaal mooi op één plek. Oh, ik probeer je in te klimmen, maar het gaat echt helemaal... Fout. Wow. ik wil hierin. Yep, gelukt. Ja, ik heb mijn laser element opgepakt. Oké, dan ga ik weer naar boven. Grappling hook the game. Oh. Ach, man. Opnieuw. Ik kan dit. Nog een keer. Ja, nog een stukje. Ja, nog een stukje. Ja, ga erin. Yes, gelukt. Gelukt. Oké, hier komt dan de laserstraal aan. Ik weet niet tot hoe ver die eigenlijk komt. Ik denk... Hij komt gewoon tot 64. Ja, op 64, je moet op niveau min 64 moet ik zeggen, daar moet eigenlijk een nieuwe power storage komen. En dan kan daaronder weer een laser. Oké, prima. Dus dat zou betekenen dat ik hem... als ik hetzelfde als die andere wil, zet ik hem hier neer. Dan ga ik een power storage op. Even kijken of ik het goed gedaan heb. Ik zal wel eventjes power in die laser gooien. Of ik zal wel eventjes kolen erin gooien. Dan gaat die laser schieten. En dan kun je direct zien of die hem aan het opladen is daar. Ja. Dan weet je dat het werkt. Ga ik even klimmen met mijn grappling hook. Maar deze keer ga ik het iets verstandiger doen. Oh. Even hier een klein plateautje hebben. Man. Hier zo. En dan die. 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 Alright. Bijna. Warm. En oké. Haha. En dan zou ik hier kunnen testen of het gelukt is. Door hier een power storage in te zetten. Ja, nou, hij krijgt stroom. Yeah. Ook al loopt de stroom er weer langzaam uit, lijkt het. Hij gaat omhoog en dan naar beneden. Maar dat is misschien een klein beetje lag tussen de server en de client. Nee, nu is hij wel echt vol aan het lopen. Prima. Mooi zo.
Prima. Daar ben ik blij mee. Dus dat is goed aangesloten. En dan zouden we er ondertussen vanaf kunnen takken, toch? Dat is het idee. Ja. Maar is dat, hoe moet dat eigenlijk dan? Want, nou ja, op elke verdieping, je zet er continu een power storage tussen. En dan kun je gewoon op die power storage kun je weer andere lasers of extra power storages voor meer ruimte waar je dingen op aan kunt sluiten. Stel nou dat je halverwege er eentje, stel dat je er overal een lens in doet. Hè? Dus naar beneden doe je zo, bovenin doe je een lens, doe je halverwege doe je een lens. En als je dan wil aftakken, dan heb je weer een lens nodig eigenlijk. Als je wil, nee, in principe niet. Want er is maar één plek waar je heel veel stroom moet hebben. En dat is namelijk in de hoofd. Bij de hoofd. Zeg maar, die verticale schacht die we nu gegraven hebben, is de hoofdaanvoer van stroom. Daar moet je zoveel mogelijk stroom naar beneden jassen. Dan moet je dan alles aftakken van de power storage die halverwege staat. Of zo. Ja. Oh, oké, dan snap ik het. Ja, precies. En ook al moet je dan weer een stukje omhoog, dat is geen probleem. Maar je moet gewoon elke keer alleen maar 64 naar beneden gaan. En dan kun je binnen die range kun je wel alles gewoon aansluiten. Heb je een mooie hoofdader. Ja, dat is prima. Dus dat zou betekenen dat we de oude lasers kunnen opruimen. Yes. Netjes. En laten we dan wat dieper gaan. Ik vind dat we dat nog eventjes moeten proberen in deze aflevering. Ik weet waar ik eigenlijk heel benieuwd naar ben. Nou? Zo'n nieuw item. Ik zeg nieuw, want ja, ik ken het al een klein beetje. En dit item... Jij wil die induction smelter testen. Nee, niet de induction smelter. Ik wil de workfloor excavator testen. Omdat we nu stroom hebben, zouden we die kunnen testen op like vloer 1. Of vloer 2. En dan gaat hij dat voor ons uitgraven. En dan hoef ik dat niet meer met de hand te doen. Ik ben echt benieuwd ernaar. Heb je hem al ja, ik vind het goed. Maar ik hoop dat we hem kunnen. Ik research al gewoon de basic. En dan kijken we gewoon wat die kost. Workfloor excavator mark 1. Kost 1 lightweight machine housing. Een laser transmitter, een servo motor en een copper wire. Nou, dat gaan we gewoon proberen. Want die servo motor is hier. Die is wel 15 hoor. Daar hebben we bijna geen research punten meer over. Ja, maar straks vinden we de nieuwe spullen. Ah, oké. Spoilers. En de lightweight machine housing. Weet je hoe je lightweight machine housing moet bouwen? Ik niet namelijk. Platen. Gewoon platen. Denk ik, hè. Ik ga nu even kijken. Copper housing? Nee, lightweight machine housing. Tinplate 6. Nou, we hebben die nog wel liggen. Ik ga die wel voor je regelen. Ja, want we hebben natuurlijk die super chille... Ik kan het wel doen, joh. Super chille machines hierachter staan. Gewoon even zo. Splam. Dan ga ik wel even controleren of jij het beneden goed gedaan hebt. Oh. Yes. Zo, vind je dat nodig? Ik doe zo mijn best. Ik had het is de Saranaya Seal of Approval, hè. Oké. Dat is goed. Yep, ik heb genoeg tinplates. Kijk eens. Zag je hoe kort dat maar duurde? Dat is toch ideaal. Oké, lightweight machine. Weet je ook wat we voor die servo's nodig hebben? Nee. Hoe zeg je light? Oh, dit staat natuurlijk een tapje. Oeps. Lightweight machine housing. Eentje toch? Of waren het er meerdere? Wat hebben we voor servo nodig? Copper bar. Oh, nou dat kunnen we ook nog wel missen. Volgens mij maak ik er echt veel te weinig. De workflow, excavator. 3 servo's. En nog wat copper wire. Ja. Dat kan ik. Moet je wel even nadenken hoe ik dat het handigst ga doen. Laat ik eerst gewoon maar even die servo's bouwen. Die zitten telkens verstopt, man. Ik vind het helemaal niet zo'n heel erg handig crafting systeem, dit. Je moet gewoon telkens typen. Net als met Ark, man. Dan moest je ook altijd... Ja, er was zoveel dingen die... Ook een meter, ja. Zoveel dingen die je kon bouwen. Echt moeite. Dan ga ik heel even mijn machine een klein beetje ombouwen hier. Want ik heb die copper wires nodig. En dit zijn volgens mij deze machines die het bouwen. Ja, dus als ik die dan een kwartslag draai. Draai. Ja. En deze ook. Draai. Ja. Deze even aanpassen. Dan gooi ik hier gewoon even wat koper in. 10 koper bars. Doe gewoon wat meer. Dan gaat deze wel opeens bezig maken, maar dat is niet heel erg. Niet heel erg erg. Het is een klein beetje erg. Je kunt overleven. Terwijl we daarop wachten, kijken wat ik vergeten ben om te maken. Workflow is verder. De Mark 1 laser energies. Units. Volgens mij kunnen we die wel rechtstreeks maken. Hier. 1, 2. Kan er hier nog een paar van liggen? Oh nee, ik heb het al gebouwd, jongens. Goed. 7 copper wires. Haha, gefixt. We moeten het even netjes opruimen, anders dan.
wil ik de volgende keer gebruiken en dan weet ik niet waarom die het niet doet. Zo. Ja, als we nou heel verstandig zijn, dan maken we gewoon er nog twee bij. Eentje voor... dat zou kunnen. Gewoon ook eentje voor wires. Ja, ja. Ja, dat is op zich wel handig, ja. Ja, vind ik wel een goed idee. Ik heb daar wel een idee over. Dat ga ik even tussendoor bouwen. Laat ik dat volgende aflevering zien. Oké, ik heb je Brookfloor Excavator gebouwd. Ik die droppen? Wat, je had een idee over... Doe maar in de machinekist, dan pak ik hem daar wel uit. Oh, jij wilde mee spelen? Oké, prima. Ctrl-klik. Hadden we nog, had je toevallig nog een Mark 1 laser? Nee, basic. Basic laser. Ik leg steeds één level voor. Ik weet niet waarom dat is. Ja, dat is raar, hè? Dan heb je zeg maar... Denk je van Mark 1. Mark betekent volgens mij iets van de hoe goed het is, zeg maar. Dat niveau. Dan denk je, nou, Mark 1 is de eerste. En bij sommigen is dat ook de eerste. Maar bij anderen is het dan bijvoorbeeld bij de storage... Is het Mark 1 storage... En er is geen basic storage, het is gewoon alleen Mark 1. Dus dan begint ze tellen bij 1 en sommige begint ze te tellen bij 0. Ja, sorry hoor, maar... Dat hadden we niet afgesproken. Dit spel is iets te logisch om dat verkeerd te doen. Lijkt het zo. Waar gaat die laser in het midden van onze schacht naartoe eigenlijk? Gewoon naar de onderkant. Dude, waar ben jij? Ik dacht dat jij met die dingen... Was naar beneden gesprongen. In de eerste liftschacht. Ik denk dat ik weet waar je ongeveer... Dan ga je op de eerste verdieping... Oh, ik zie jou, ja. Wow, dit is niet gegaan zoals het hoorde. Wat heb je? Heb je het kapot gemaakt? Nou, hij is er doorheen gegaan. Ik heb hem hier neergezet, alleen nu is hij er doorheen gegaan. Wat is, dit het? Nee, dit is een laser. Het ziet er niet helemaal oké uit bij mij. Nee, het ziet er ook niet helemaal oké uit. Ik snap het niet. Ik ga hier wel weer dit doen. Ja. Ja. Zo, dingen. Volgens mij wordt het ding gewoon, is dat ding gewoon 3 hoog. Ja, kijk. Ja, en dan gaat het gewoon door alles in de omgeving uitgaven ofzo. Ja, dat verwacht ik wel, maar... This requires one light machine housing. Ja, maar ik heb hem toch al gebouwd. Ik snap het niet. Waarom zie je het niet? Bij mij zegt hij ook niks erbij, man. Hij zegt ook niks over elektriciteit. Misschien als ik help doe. Help voor de workflow. Ja, daar is het voor. Hier. Een hoop... creating a basic mind face. Een hoop mijnen maken is een hoop werk. Hij doet dingen. Oh, hij heeft wat gedaan. Oh ja, hier. Oh, hij is gewoon heel traag. Geen idee. Ik heb geen haast. Krijgt hij ook misschien niet zoveel stroom? Ja, hij heeft natuurlijk gewoon, zo'n simpele laser boven. Als we nou eens die laser erbovenin vervangen door zo'n eentje hogere. Mark 1, moet ik dan zeggen. Mark 1, de tweede. De tweede, ja. ja, hij is inderdaad wel echt heel traag, zeg. Jeetje. Ja, het zal. Ja, maar hij krijgt nu ook echt 0.4 power of zo. Dus je zou ook een Mark 2 hier op die storage blok kunnen zetten. En dan zou je het ook kunnen aftappen. Ja, dat zou ook prima zijn. Daar is het voor nu. Voor nu eventjes, hè. Voor nu. Oh ja, je moet er hiervan aftappen. Ja, maar ik moet hem eerst nog even... Doen. Zo. Kom er weer aan. Wee. Niet op me. Oh, iets te fanatiek. Netjes. Goeie afsprong. 9 punten. Oh, dat was niet nodig. Ik snap dus niet of hij nou wel of niet die power nou echt gebruikt. Maar hij is wel aan het graven, kun je zien. Heeft hij dit gegraven? Nou, ik weet niet. Het is niet zo'n... Deze 3 heeft hij. Gaat hij nu die kant op graven? Ja, hij begint hier, denk ik. Oh, en hij gaat een cirkel maken uiteindelijk. Gaat hij een cirkel maken? Hoe weet je dat nou? Want hij wijst wel echt die kant op. Omdat ik het plaatje heb bekeken. Het plaatje? Als je het plaatje van dat... Bij de help. Maar als je hem oppakt... Oh, hij is een beetje gedraaid nu. Ja, oh ja, hij is aan het draaien. Maar gaat hij dan even lopend band? Nee, ignort hij, denk ik. Want anders zou het. Dan zou hij op een gegeven moment zijn stroomvoorziening gaan weghalen. Ja, maar dat kan toch? Ik bedoel. Oh! Bam! Één blokje. Eén blokje. Het zag wel heel spectaculair uit voor één blokje. Ja, deze moet je dus gewoon eigenlijk met rust laten. En dan kunnen we de volgende keer zien hoe het er geworden is. Geinig. Ik vind het leuk. Ik vind het helemaal mooi. Ik vind het helemaal mooi. Kijk, ik kan op dit moment nog sneller zelf. Maar ik kan nu ook gewoon weggaan. En dan is het op een gegeven moment klaar. Ik kan anders doen, ja. Veel beter, man. Net alsof je als je van huis gaat en je moeder heeft je kamer opgeruimd. Dat had ik vroeger wel eens. Ja, dat waren de dagen. Vroeger, dat waren de dagen. Dat, ja, deed jouw moeder dat? Ja, soms wel. Oh, ja. Dat verklaart al een hoop.
Anyway, dat gaat doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Ik wel. Ik vond het weer echt lachen, man. Forgecraft is toch altijd echt... ja, tof, lekker projectje. Ja. Gaan lekker bouwen en zo. Dus, ik hoop dat je het leuk vond. Als je nog tips hebt, laat het comment achter. En ik hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!